Ben jij gastgericht en dienstverlenend ingesteld en klaar voor een toekomst in de internationale recreatiebranche? Kies dan voor een opleiding bij de Vakantsoleil Leisure Academy. Wij bieden praktijkgerichte internationale mbo-opleidingen, onder andere in de richting front office. Als receptionist ben je het visitekaartje van het recreatiebedrijf. Tijdens de opleiding leer je dan ook alle vaardigheden die nodig zijn om gasten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Benieuwd hoe studenten deze opleiding ervaren? We voegen het Lucinda en oud-student Mitch. Mijn stage houdt in vooral receptiewerk. Het is vooral mensen in- en uitchecken, een beetje back-office. Dat ik ook weet hoe je dingen naar de maintenance stuurt. Of als er iets niet goed is gegaan met schoonmaken, dat we dat kunnen doorsturen. En vooral ja, ook collega's helpen. Het leukste aan mijn stage vind ik het mensen helpen. Gewoon het contact met mensen en die zijn vaak heel erg vrolijk. Dat helpt jou zelf ook om heel erg blij te zijn eigenlijk. Als ik vroeg moet beginnen, dan begin ik met huisjes uitchecken. Dus huisjes controleren van mensen, kijken of alles goed is gegaan. En dan in de middag is het vooral mensen inchecken. Normaal komen mensen altijd wel met vragen naar ons toe. Vooral omdat ze zo snel mogelijk willen worden geholpen en dat kan bij ons vaak het beste. En wij hebben ook toegang tot het internet voor als ze speciale dingen nodig hebben. En ze komen echt met allemaal verschillende vragen. We proberen mensen goed mogelijk te helpen. Ja, ik spreek een beetje Duits. Ik heb het gereserveerd. Oké. Dat is het plan van die camping. Zo zie ik hem aan eerst rechts en dan weer rechts en dan links. Dat is alle oefeningszijden. Mijn carrière is begonnen bij Vakantsoleil als student. Ik heb de Leisure Academy opleiding gedaan van Vakantsoleil. Op de Leisure Academy hebben we veel zaken geleerd over de communicatie met gasten, hoe je daarmee om moet gaan, hoe je het beste zelf kalm kan blijven. Ook heb ik veel op mijn stage geleerd, de talen. Oui, bonjour. Marciane, j'ai un petit problème dans le meublon 63. Le chaudière, il marche. Ik heb dat elke dag nog gedaan, zeker omdat ik in Frankrijk zit en ja, Frans heb je toch echt nodig. Ik ben dat begonnen na mijn stage als gewone receptionist op de camping in Parijs. En daarna ben ik daar ook weer gegroeid naar de job als hoofdreceptie. De stagiaires die komen, ik weet hoe het is geweest. Ik heb precies hetzelfde traject doorlopen. Dus daarvoor is het begeleiden van de stagiaires ook een stuk makkelijker. Omdat je weet wat ze hebben gehad, wat belangrijk is om te zorgen als ze verder willen groeien in deze job. Goed te laten zien dat het mogelijk is. Als je als stagiair naar hoofdreceptie wil groeien, moet je zeker heel flexibel zijn in je werk. Dus zorgen dat je er altijd sowieso op tijd bent, dat je er zo goed verzorgd uitziet, maar ook dat je flexibel bent. Dus als er een keer wat langer gebleven moet worden, dat er niet zo'n ramp moet zijn. Ik denk dat je een successtage hebt wanneer je gewoon jezelf kan zijn, een leuk team hebt en gewoon zelf ook positief bent. Ja, het is heel belangrijk om positief te zijn. Ben je enthousiast geworden en sta je te popelen aan de slag te gaan in de recreatiebranche? Vraag dan een brochure aan of schrijf je in op onze website.